Er zitten dit jaar een hoop excentrieke types in de RTL 4 hitshow BNB Vol Liefde en er is ook een jonge knul van de partij, de 27-jarige Joy van Swieten die op Mount Joy een bed en breakfast ruimt. Hij wordt regelmatig gefilmd op een nog oranzige stoffen buitenbank, waar ook de hele tijd een behaarde hond op kruipt. Patty Braart vindt het niet om aan te zien, zegt ze aan de desk van Zo Nieuws. Bij wie zou jij het liefst een weekje vakantie boeken van het huidige seizoen? Vraagt ze aan haar collega's. Entertainmentdeskundige Eline de Ruig daarop, Debbie. Collega Bart Tettekoven, Debbie en Marjan. Eline, ja, Marjan eigenlijk. Die kamers. Presentatrice Dianta Broeks, is er dan niemand die lekker wil spassen op Mountain Joy? Bart, nou, die sla ik even over. Patty maakt vervolgens gehakt van Joy, oh my god, die sla ik ook even over. Hoe goor is het daar? Die bank. Ga stofzuigen allemaal. Volgens Eline is de BNB van Joy niet bepaald volgeboekt. Als je aan je purpose wil werken op Mountain Joy, dan kan dat ook nog gewoon. Patty, nee, dank je. Nee, dank je. Maar hij gaat wel lesgeven hoe ik dan mijn BNB moet maken? Joy blijkt een soort BNB-cursus gemaakt te hebben. Bart, ja, hij heeft een eigen website waar hij cursussen op aan gaat bieden. Dan gaat hij tips geven hoe je een fantastische BNB kan gaan runnen. En als je dat nu doet, krijg je ook nog eens 90% korting. Dan kost die hele cursus je nog maar 49 euro. Ik ben benieuwd of er iemand überhaupt voor wil gaan betalen. René Mioch heeft als enige aan de desk nog niet naar BNB Vol Liefde gekeken. Het is ook ongelooflijk hoe het leeft. Iedereen heeft het erover. Het is echt waar. Waarom ik niet kijk? Ik zit 3 uur in Oppenheimer en 2 uur in Barbie. Eline wijst tot slot nog even op de fikse prijs per nacht in de BNB van kandidaten Marjan. Marjan kost best wel veel geld, want je moet gewoon 650 euro neerleggen voor een nachtje, maar dan zit je er lekker bij. Patty, zij is een hele slimme tante, hè? Ze heeft er ook nog een makelaardij bij en je begrijpt dat dat ook eventjes met de heren bekeken wordt, welke huizen ze te koop heeft, dus ik denk dat die een hele slimme zet heeft gezet door mee te doen aan dit programma. Ik vind haar enig, maar ze doet echt helemaal geen zak.